te gast. Hartstikke leuk dat je er bent. Jij doet altijd de intro, sorry. Normaal gesproken wel, maar er is enige strijd gaande tussen de presentatoren. Wat we willen is dat mensen gewoon een hele goede manier hebben. Eigenlijk de beste manier om in een stad zich van A naar B te verplaatsen. En daarvoor hebben we technologie gemaakt. We zijn een start-up uit Silicon Valley. Dat we het op een goede manier mogelijk maken om instantly een Uber te bestellen. Nou, wat je dan krijgt is, je drukt op die knop. Binnen een paar minuten komt er een mooie auto voorrijden. Vaak een S-klasse, een 7-serie of een Audi A8. Een nette chauffeur die de deur voor je openhoudt. Achterin wat te drinken, een krantje, wifi, iPads. En gewoon een relaxte manier om je door de stad te verplaatsen. En het mooie is, als je dan uit de Uber stapt, dan wordt het eigenlijk gewoon meteen van je creditcard afgeschreven. De belangrijkste product dat we aanbieden zijn Uber Black, noemen we dat. En dat zijn, wat ik net beschreef, luxe auto's, nette chauffeurs, altijd wat te drinken achterin, een krantje, de meeste auto's met internet. Wat we in onze Amerikaanse steden doen, San Francisco, daar zijn we begonnen. Daar hebben we eigenlijk verschillende producten naast elkaar. Dus je kan in de app, eigenlijk heb je een soort schuifje, kan je zeggen van ik wil een Black bestellen. Je kan ook kiezen voor een taxi. Dan kan je gewoon een normale taxi. Dus dan de prijs wisselt dan met de auto. De prijs wisselt dan. En dat is denk ik meer vergelijkbaar met de apps die er zijn. Wij laten ook de klant aan het eind van de rit de chauffeur beoordelen. En op het moment dat de chauffeur niet goed genoeg is, dan zorgen we dat hij niet meer voor Uber rijdt. Is dit voor jullie, zeg maar, vraag en aanbod bij elkaar brengen? Wat je nu aan het uitvinden bent met taxis, maar zou dat ook in andere markten kunnen spelen? Nou, het is wel interessant. Ik denk dat dat de mogelijkheden enorm zijn. Ik denk wel, ik bedoel, elk bedrijf is belangrijk dat ze gewoon een duidelijke core hebben en daarbij blijven. Is het een omzetdoelstelling of is het een marktaandeeldoelstelling? Hoe werkt dat bij jullie? Nee, het is, als je kijkt naar marktaandeel is allereerst best wel moeilijk te meten. Dan moeten we heel goed Daarom vraag ik het ook. Hoe zou je dat dan vervolgens vaststellen? Ja, dat is natuurlijk heel lastig. Ja, we hebben gekeken van hoe groot is de vervoersmarkt in Amsterdam. We meten niet aan de hand van marktaandeel. We willen gewoon in de stad komen en het aantal mensen dat ons gebruikt vergroten. Die taxichauffeurs die moeten in die mooie taxis rijden. Daar zetten ze daar geen stickers op. Nee. He, dus het lastig, dus jullie moeten het van mond-mond reclame hebben. Want de zichtbaarheid in de stad krijg je niet met de chauffeurs van jullie. 100%. Mond-op-mond is het belangrijkste. Ik bedoel, we geven geen geld uit aan betaalde media. We proberen geen PR te regelen met geld. We proberen gewoon een goed product neer te zetten. En dat mensen die dat een keer gebruiken, dat is belangrijk, dat ze dat doorvertellen. Amsterdam is natuurlijk traditiegetrouw wel een stad met een hele grote taxipartij. Het TCA is een belangrijke partij. Je zult uit die wereld toch wel reacties gehad hebben, neem ik aan. Nou, valt heel erg mee. Ja, want ben je ook niet, zijn de chauffeurs die voor jullie nu rijden, hadden die ook iets met TCA bijvoorbeeld? Snoep je daar chauffeurs weg? Nou, ik denk niet bij TCA. Weet je, het is wel een ander segment wat wij aanboren. Weet je, het zijn chauffeurs die bijvoorbeeld voor hotels rijden. En daar eigenlijk luxe vervoer verzorgen. Sommige van onze chauffeurs hebben voor TCA gereden. Maar het zijn vooral mensen die hun eigen business hebben. En wat we eigenlijk proberen is te zorgen dat chauffeurs die gewoon hun eigen business hebben, dat ze dat gewoon behouden. En dat op de momenten, ik bedoel, niet iedereen heeft gewoon netjes een week gevuld met ritten. Dat de momenten dat ze even niks te doen hebben, dat ze bij ons kunnen inloggen en voor u kunnen rijden. Wat we in de wereld doen met oud en nieuw is surge pricing, verhoogde tarieven. Veel discussie over geweest. Maar wat dat wel, hoe het werkt is, de prijzen gaan omhoog op het moment dat de vraag toeneemt. Ja. En dat doen we eigenlijk om twee redenen. Eén is dat we zorgen dat er meer chauffeurs op de weg komen, want die krijgen gewoon meer betaald. En de tweede is dat we zorgen dat de vraag afneemt. Wat we afgelopen oud en nieuw hebben kunnen realiseren is dat ik eigenlijk in alle steden waar we actief zijn, of je nou over New York hebt of over Amsterdam, dat op elk moment in de nacht er een Uber beschikbaar was. Weet je, en het kan zijn dat je er meer voor moet betalen. Maar wat we in ieder geval garanderen is dat je niet op je app staat te kijken en dat er geen Uber beschikbaar is. Welke hobbels moet je nog nemen in Amsterdam? Nou, ik denk dat de belangrijkste hobbel is dat we even over een bepaald punt heen moeten. Weet je, het vertelt zich nu goed door. Er gaat een moment komen, een soort tipping point, dat echt veel mensen dit weten en dat het een beetje gaat rondzingen in de stad. En dat is eigenlijk de belangrijkste hobbel die we
Nou, die moeten, meer mensen moeten ervan weten. Ja,